zeg maar de tussen haakjes normale maatschappij, krijg je als blinde slechtziende niet de kans om te mogen acteren, zeker niet op het podium. Kostuums, decorstukken en veel beweging op het podium. Zo kennen de meeste mensen theater. Maar wat als je niet kan zien? Vandaag ging er in Apeldoorn een theatervoorstelling in première met alleen maar blinde acteurs, waarbij ze het publiek meenemen in hun belevingswereld. Eén stoel verder. Komt u maar naar mij. Nu staat hij daar en nu kunt u gaan zitten. Het is zichtbaar even wennen voor de bezoekers. Geblinddoekt naar het theater. De blinddoek is niet met het idee van dit is een sensatie of dit is zoiets. Het gaat erom eigenlijk om het publiek te helpen om in de wereld van blinden en slechtzienden te komen. De wereld van actrice Siham, een van de 6 acteurs in het stuk, die in een rol spelen met tekst, geuren en andere geluiden. Ze leefde maandenlang toen na de première. Omdat de tussen haakjes normale maatschappij krijg je als blinde slechtziende niet de kans om te mogen acteren. Zeker niet op het podium. En die kans hebben we nu wel gekregen. Dat maakt het voor mij onder andere zo bijzonder. Het publiek is onder de indruk. Als je dan dit ervaart terwijl je die zintuigen niet, het kijken niet kan. Ontzettend knap.